De fractie van de Nationale Democratische Partij, de NDP, kan zich niet verenigen met de strafeis tegen partijleider Desi Bouterse. Zij heeft daarom hierover een duidelijk standpunt ingenomen. Bij de voorzitting van het 8 december strafproces gisteren heeft auditeur militair Roy Elgin 20 jaar onvoorwaardelijk celstraf geëist tegen de toenmalige legerleider Desi Bouterse. Tijdens de openbare vergadering van vandaag heeft fractieleider André Mizikaba een verklaring samengesteld door de fractie voorgelezen. In deze verklaring wordt de eis van Elgin verworpen. De fractievoorzitter benadrukt dat elke uitspraak tegen Bouterse gedaan onuitvoerbaar zal zijn. Over de te nemen stappen van de partij wil Mizikaba nog niets kwijt. Er is in ons land verzuimd een controlemechanisme binnen de rechterlijke macht in te bouwen. Daardoor is het heel duidelijk geworden dat de rechterlijke macht de enige macht is in het land die aan niemand en dan ook niemand verantwoording verschuldigd is. Deze situatie zal moeten worden gecorrigeerd door de instelling van een instituut zoals een Hoge Raad en Hof van Cassatie, zoals in goed georganiseerde landen gebruikelijk is. Wat de specifieke situatie rond het 8 december strafproces betreft, moet het volgende wel voor iedereen duidelijk zijn. In de rechtszaal kan de rechterlijke macht misschien de wet naast zich neerleggen en doen wat ze wil. Buiten de rechtszaal echter geldt de wet. De amnestiewet wordt zoals alle wetten gerespecteerd en gehandhaafd. Als gevolg hiervan zal welke uitspraak dan ook niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar. Ik kan niet nalaten om te vragen om dat even nader toe te lichten. In deze fase volsta ik met deze statement. Gaan er stappen volgen vanuit de fractie? Wij hebben een aantal zaken geconstateerd en dat aan de samenleving en de internationale gemeenschap voorgehouden. En voor dit moment volsta ik daarmee. De oppositionele fracties in het DNA hebben een andere mening over deze kwestie. Zij vinden namelijk dat de rechterlijke macht alle ruimte moet krijgen om haar werk te doen. We hebben geen enkele boodschap aan bedreigingen van wie dan ook, gaf ABO-parlementariërs Marinus B. aan. De oppositie betitelt de verklaring van de NDP-fractie als obstructief gedrag. Zij ziet graag dat het 8 december strafproces in alle rust wordt afgerond. De fractieleider van DOE, Karel Breeveld, gaf zijn mening over deze kwestie. Ik denk dat het belangrijk is om in deze rechterlijke macht alle ruimte te geven om het proces af te ronden. En wij vinden dat op dit moment voor Suriname dit de rechterlijke macht is waarmee wij moeten dealen. En van daaruit het noodzakelijk is dat wij respect tonen voor dat wat in het proces zich voltrekt. En wij zullen daarom ook niet echt commentaar geven inhoudelijk op dat wat de auditeur militair als strafeis heeft gedaan. Wij vinden dat de rechterlijke macht de ruimte moet krijgen om haar werk te doen. En de zaak moet gewoon op zijn beloop gelaten worden. Doe fractieleider Karel Breeveld. Vicepresident Ashwin Adin zei in zijn toespraak dat de regering deze kwestie zal evalueren alvorens zij handelt.